oude betrokkenheid. Het is een mooi woord en het is zo, maar ik denk dat we het op een hele andere manier zouden moeten aanpakken. Onder auspiciën van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is een tweedaagse workshop gehouden in het kader van het regionaal Crime and Violence Prevention and Social Development Project. Deze workshop heeft het ministerie in samenwerking met het CARICOM-secretariaat gedaan. Het is voor mij een genoegen om vandaag bij de presentatie van het resultaat van een snel onderzoek naar risico's, bedreigingen en beschermende factoren in de gebieden Paramaribo, Wanica, Para, Kommewijnen en Brokkebonden aanwezig te mogen zijn. Ik wil beginnen met een gezegde van Neil Armstrong. Research is creating new knowledge. Onderzoek creëert nieuwe kennis. Middels onderzoek kan je een beter inzicht krijgen in de situatie, waardoor je ook beter kan inspelen en de juiste hulp kan bieden. Het ministerie van Justitie en Politie is daarom heel blij met dit onderzoek en zal zoveel als mogelijk de aanbevelingen meenemen bij de uitvoering van het jeugdbeleid vanuit het ministerie. Hoe wij hier toe zijn gekomen is het feit dat in andere landen er heel veel crime and violence plaatsvindt, wij hiermee geconfronteerd raken. En het natuurlijk nodig is, u merkt het ook aan de vragen van de assembleeleden, u merkt het ook aan alle apps en video's die door worden gestuurd door studenten, maar ook de vragen vanuit de scholen, dat er heel veel geweld plaatsvindt. En ja, we kunnen dus gaan generaliseren van er is geweld en violence in Suriname, maar hoeveel en hoe hoog en wat is allemaal de score daarvan? Dat is dus het doel geweest om dat onderzoek te gaan doen. Nou, wat we gedaan hebben is dus dat op een gegeven moment dat onderzoek was eigenlijk opgesplitst op scholen, de 7 geïdentificeerde scholen van het ministerie van Onderwijs, waar dus een geweld en misdaad eigenlijk het meest incidenten zich het meest voordeden. En de gemeenschappen die dus onderzocht zijn, zijn gemeenschappen niet dus apart, maar het zijn gemeenschappen waar dus de scholen zich bevonden. Dus je onderzoekt de school en de directe omgeving. Dus dat zijn die gemeenschappen. En u weet om welke gemeenschappen het gaat en de scholen al. En vervolgens zijn schoolinspecteurs, leerkrachten, hoofden van scholen, maar ook mensen vanuit dus de gemeenschap zelf, we noemen ze community leaders, gemeenschapleiders, die hebben dan onderzoeksformulieren gehad. En dat waren allemaal zaken die dus door het CARICOM eerst waren uitgezocht van welke vragen gaan we stellen. En met die vragen zijn ze dus naar de burgers in de gemeenschappen geweest en de leerkrachten zijn toe geweest naar de studenten. Wat gebeurt er met ons? Die verruwing, hè? Het is niet mijn business, ook al ben je buren van elkaar, dat neemt heel erg toe. En dat wordt ook nog een keertje gestimuleerd. Ik wil niet zeggen geaccentueerd, ik zeg gestimuleerd door de media. We hebben maar liefst 56 televisiestations. En gaat u kijken wat er wordt uitgezonden. Wanneer ouders of opvoeders niet eens thuis zijn. En dan de sociale media. Waar alles wat met negativiteit te maken heeft, vreselijk gestimuleerd wordt. Dus nogmaals, ik sta hier niet alleen als minister, maar vooral als ontwikkelings- en klinisch psycholoog. Ik heb in de gevangenissen gewerkt. Ik ben eigenlijk constant bezig geweest met kinderen. Maar wat we doen door al op hele jonge leeftijd dat negatieve in die kinderen te pompen, dat geeft al aan van wat verwachten we van kinderen? Als je kinderen in een crash wordt praten,
met termen. Dan komt dat niet van dat kind. Dan heeft dat kind dat meegenomen van thuis. En als we, nogmaals, als een peuter 2 of 3 jaar al met termen praat, hoe zal dat kind zich gedragen als hij 14 of 15 is? Respect. Liefde. Het zijn begrippen waar we eigenlijk ook binnen het onderwijs veel te weinig aandacht aan besteden. Betekent, als we die afstand creëren, en ik praat nu even over het schoolmilieu, dan zal het kind zich ook niet betrokken voelen. En betrokken zijn en gewaardeerd worden zijn de basisvoorwaarden om te willen presteren. Die kinderen die je soms achter in de klas zit, omdat ze gedoubleerd hebben en door de leerkracht niet meer betrokken worden, presteren niet. Dus wij, u en ik, we moeten anders omgaan met kinderen. We moeten kinderen de ruimte geven en het gevoel geven, ik ben er voor jou en ik waardeer je. Ik waardeer je talent, want elk kind heeft talent. Het is aan ons om dat te ontdekken en om dat te voeden en te stimuleren. En daardoor hoeft het kind zich niet op een negatieve manier te laten gelden. Want als we kijken naar zaken als gangvorming, dan heeft dat mee te maken van, ja, ik tel toch niet mee, maar dan ga ik je op een andere manier laten zien dat ik er ben. En dan krijg ik negatief gedrag, ja. Je luistert toch niet, mama? Als ik een ruit kapot sla of ik neem iets weg, dan heb ik die aandacht. Maar als je me waardeert, ook al heb ik dat product nog niet zo geweldig wat jij van me verwacht, maar dan voel ik toch wel van ik word gewaardeerd. En ik denk dat dat de basisvoorwaarde is als we praten over preventie van geweld en criminaliteit. Ik heb al een beetje de resultaten bestudeerd van het onderzoek. Maar ik wil speciaal uw aandacht vragen, want als beleidsmaker vind ik dat we daar veel te weinig bij stilstaan. Dat zijn de grote regionale verschillen. Want we zijn dan bezig met een plan van aanpak en dan denken we het moet nationaal. Maar de situatie in Albina is totaal anders dan die van Bokobondo of van die kinderen op Zorg en Hoop. Dus uw eerste opdracht, en ik hoop dat het lukt, ik zie de directeur van Sport en Jeugdzaken, die is met me meegeweest naar Mungo, en ze hebben die opdracht gehad. Leef je in dat kind, in die situatie. Nou, dus zeggen, u moet Mungo kennen, u moet Albina kennen, u moet Bokobondo kennen. En als u het niet kent, dan gaat u kijken welke situatie ken ik en herken ik, om daar die verandering in te brengen. Want we gaan niet vanuit Paramaribo komen met een nationaal plan. U zal die differentiatie moeten kunnen opbrengen vanuit die empathie die u hebt met dat kind in die omgeving. En wat dat kind daar ervaart. En daarom zijn deze resultaten zo vreselijk belangrijk. Want het geeft een beeld van wat er in die omgeving speelt.